Daisy Boutersen en Iwan Dijkstil worden opgespoord door de justitiële autoriteiten. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie in een schrijven. De opsporing is op touw gezet omdat de twee mannen zich gisteren niet hebben aangemeld om hun opgelegde straf uit te zitten. Gisterochtend moesten Boutersen en de vier andere veroordeelden zich aanmelden bij de verschillende penitentiaire inrichtingen. Benny Brondenstein, Ernst Geffrey en Stefanus Dendu hebben zich aangemeld bij CPI Santa Boma. Deze mannen zullen 15 jaar achter de tralies zitten. Boutersen en Dijkstil hebben respectievelijk 20 om 15 jaar onvoorwaardelijk gevangenisstraf wegens hun aandeel in de decembermoorden van 1982. De redactie verneemt dat er vermoedens zijn bij justitie dat Boutersen in het buitenland zit.